Hey, lieve jij. Ik heb een blog geschreven die gaat over de afgelopen 6 jaar. Waarin ik behoorlijk wat avonturen heb ervaren. En voor mij was het super interessant om alles eens even helemaal op een rij te zetten. En dat deel ik graag met jou. Dus daar gaan we. Mysterieuze zwangerschap en multidimensionale geboorte. Het begon allemaal op 9 oktober 2016. Nadat ik met mijn dierbare soul brother Jesse van der Velde een shamanistische ceremonie had ervaren. Ik werd midden in de nacht wakker toen plotseling de energie van een immense mannelijke aanwezigheid in mijn wezen kwam binnenstromen en opging in mijn energieveld. Het voelde veel te groot om allemaal toe te laten en was daardoor een behoorlijk uitdagende ervaring, zelfs op fysiek niveau. Ik wist niet wie of wat het was, maar ik was er zeker van dat het een heel positief en krachtig moment was. Dus gaf ik me maar over. Vanaf die nacht begon mijn buik te veranderen en werd een beetje groter. Ach, het kunnen mijn hormonen zijn, maakte ik mezelf wijs. Een week later gebeurde er tijdens een bezoek aan mijn acupuncturist iets interessants. Stop er maar zoveel mogelijk naalden in als nodig en laten we er een feestje van maken, grapte ik voordat we begonnen. En dat deed ze. Liggend op de massagetafel kwam ik al snel in een diepe staat van ontspanning. Langzaam werd ik me ervan bewust dat voor mij op een afstandje een zeer liefdevolle en vredige aanwezigheid verscheen. Ik zag een grote, goud-wit stralende bol van licht. Het was Yeshua. Hij kwam steeds dichterbij en dichterbij. Langzaam ging hij op in mijn hele wezen en alles van binnen en van buiten veranderde in een wit licht. Ik ervaarde de grootste bliss die ik ooit had meegemaakt. Gedurende de volgende 15 minuten zegende ik de hele wereld en elk levend wezen op de planeet. Alles was liefde. We maken nu een sprong naar september 2018, toen ik aankwam op Big Island, Hawaii. Als allereerste ging ik op zoek naar lava. Al vele jaren voel ik een grote aantrekkingskracht tot vulkanen. Het is de grootste moeder aarde-energie van deze enorme bergen, die weten hoe het oude te vernietigen en het nieuwe te ervaren. Het nieuwe te creëren. Dat inspireert mij. Nadat ik het hele eiland was overgestoken, niet precies wetend waar ik die speciale lavaplek moest vinden die me riep, arriveerde ik bij Gary's huis. Een lavafotograaf die zijn eigen huis op de lava had gebouwd. Ik begon te huilen zodra ik de auto uitstapte. Deze rauwe moeder aarde-energie in combinatie met de onmiddellijke herkenning van Gary als een ware zielsvriend, raakte een diepe snaar binnenin mij. Al snel begreep ik dat de Hawaïaanse voorouders met en door mij heen wilden spreken. Dus ik vroeg aan Gary of ik daar misschien een tijdje kon blijven. Natuurlijk! Ik heb een busje voor je, waar je zo lang in kunt verblijven als je maar wilt. De volgende 6 weken woonde ik in een overvloedige, vruchtbare tuin van Gary, genietend van mijn huis op wielen. Het waren niet alleen de diepe oerkrachten van de lava en van de Hawaïaanse voorouders waar mijn lichaam en energiesysteem aan leerde wennen. Het was ook Gary die me hielp om oude traumatische energie te transmuteren. In onze intieme liefdesverbinding kon ik een restje angst voor mannen loslaten. En leerde ik wat echte overgave was. De laatste dag voordat ik mijn reis continueerde, nam hij me mee naar de Kilauea-vulkaan, die tot de maand voorafgaand aan mijn komst op het eiland actief was geweest. Sommige lava was zelfs nog warm. Op weg naar de enorme krater had ik het gevoel dat ik al die kracht van Pele, de godin van het vuur, in me op aan het nemen was. Terwijl ik mijn innerlijke Pele baarde
ontwaakte de aardemoeder in mij. Nu weet ik dat dit allemaal deel uitmaakte van een grote voorbereiding. 9 oktober 2018. Ik was uitgenodigd voor een shamanistische ceremonie op Hawaii. Het was in een geweldige tempel, omringd door ongerepte natuur, dat ik de volgende woorden als boodschap ontving. Baby boy, name Pacha, February. Heel cryptisch, maar ja, zo gaat dat, hè, met intuïtie. Het wordt niet bepaald woord voor woord gespeld. In ieder geval niet bij mij. Tegen die tijd zag mijn buik eruit alsof ik veel te veel had gegeten. Aan de ene kant vroeg ik me af of ik mijn buik moest laten controleren. En aan de andere kant wist ik dat er niets aan de hand was. We spoelen vooruit naar januari 2019. Ik gaf 1-op-1 sessies tijdens een retraite in Rajasthan, India. Op dat moment ontving ik weer een visioen. Ik zag gouden lichtcodes ronddansen op een stuk wit stof. De codes straalden een enorm wit licht uit. Ik werd enthousiast. Dit was belangrijk. Ik had net daarvoor een man ontmoet die lightcodes creëerde. Dus ik belde hem om te vertellen dat ik een visioen voor hem had gehad. Je kunt je lichtcodes op stof printen. Ze willen met de wereld worden gedeeld, riep ik gepassioneerd. Hij leek echter niet zo geïnteresseerd in dat idee. Wat vreemd, dacht ik. Het was zo'n levendig visioen. Vanaf die dag ging het heel snel. Mijn buik werd groter en groter. Het zag er niet meer uit alsof ik gewoon te veel gegeten had. Mijn kleren begonnen strak te zitten. En toen drong het ineens tot me door. Ik ben zwanger. Hoezo? Hoe bedoel je zwanger? Hoe is dat nou mogelijk? Dacht ik. Toen herinner ik me het bericht van oktober 2018. Babyboy, neem Pacha, February. Sommige puzzelstukjes vielen op hun plek. Die nacht had ik een levendige droom, waarin Pacha tegen me sprak. Hij was het kleine jongetje in mijn buik. En ik was zijn moeder. Hij bedankte me dat ik hem had herkend en erkend. Ik werd wakker, overstromend met liefde. De week erop zag ik er tijdens een wandeling op het strand in Goa, in India, letterlijk uit alsof ik 5 maanden zwanger was. Zonder enige aarzeling kwamen enkele Indiaanse vrouwen naar me toe, raakten mijn buik aan en vroegen waar mijn man was. Oh my goodness, wat moest ik zeggen? Ik kon de aanwezigheid van Pacha in mijn buik letterlijk voelen schoppen. Ik was verward. Hoe kon ik nou zwanger zijn? Precies op dat moment van twijfel keek ik naar links en zag een geel strandhuisje met de naam Pacha. En geloof het of niet, ernaast lag een boot met One Sun erop. Oeps, dat verzin je niet. Ik moest wel toegeven dat er iets divinely guided aan de hand was. What a life. In diezelfde week kwam ik Sharon van Son tegen. En ik realiseer me nu pas de synchroniciteit met haar achternaam, Son, zoon. Ze is een lieve vrouw die ik kende uit de raw food scene in Nederland. Wauw, ben je zwanger? Vroeg ze. Ik deelde mijn verhaal dat ik niet echt een idee had van wat er aan de hand was. Maar dat ik tegelijkertijd ook wel wist dat alles volgens een bepaald plan aan het verlopen was. Die avond, zittend in een idyllisch openluchtrestaurant, vroeg ik Sharon om haar hand op de mijne te plaatsen. Samen brachten we ons beide handen op mijn buik. Binnen enkele seconden ontdekte ze een jongetje in mijn buik. Hij nam haar mee op reis door het universum en naar de kern van Moeder Aarde en vertelde haar over de oorsprong van dit alles. Na 45 minuten heilige geometrie, kleuren en mysteries kwam Sharon uit haar innerlijke reis, alsof ze net een ayahuasca-ervaring had gehad. Op dit moment wist ik dat wie dit wezen in mijn buik ook was,
Hij was ongelooflijk krachtig. Een zeer welkome bevestiging voor wat ik al voelde. Terug in Nederland ging ik naar het ziekenhuis om mijn buik te laten controleren. Zoals ik al verwachtte, vonden ze niets, zelfs geen extra lucht, water, eten of poep. Niks. Dus wat zorgde dan voor die 5 maanden zwangere buik, dacht ik. De dokters hadden geen flauw idee. Ik giechelde van binnen. Welkom in het mysterieuze en onverklaarbare leven van Sandra de Vos. Ik verhuisde weer terug naar Ibiza, waar ik mijn dagen doorbracht met het eten van augurken en mosterd. Je weet wel, de gebruikelijke cravings van zwangere vrouwen. Ik liep rond met een dikke buik en grote borsten. Toen kreeg ik in mei 2019 de boodschap om een nieuwe website te bouwen, genaamd Lightcode Alchemy. Dus dat deed ik. Hoe gaat mijn logo eruit zien? Vroeg ik me af. Je gaat het zelf tekenen, hoorde ik. Die nacht creëerde ik mijn eerste geschreven lightcodes. En realiseerde ik me plotseling dat de visie die ik in India had gehad over mijn eigen opdracht ging. Ik was het die de lightcodes op stof mocht laten maken. Langzaamaan herinnerde ik me dat het uitzetten van mijn buik was begonnen op de dag nadat ik dat visioen in India had gehad. Aha, dus op de een of andere manier waren deze lightcodes verbonden met Patja. Ik had inmiddels door dat Patja een multidimensionaal wezen was, met een zeer hoge frequentie die door mij heen geboren zou worden, maar niet in de vorm van een fysieke baby. In de vorm van iets anders. Lightcodes misschien? Het wordt nog interessanter. Op Galactisch Nieuwjaar 26 juli 2019 werd ik midden in de nacht wakker om in mijn dagboek te schrijven. Schrijven is voor mij een van de manieren om verbinding te maken met mijn innerlijke leiding. Dus hier zat ik achter mijn laptop toen plotseling een witte wolf, een adelaar en een witte buffel verschenen in mijn innerlijke visie. Er werd een sluier opgelicht. En daar zag ik een prachtige sjamaan met lang zwart haar, van wie ik tijdens mijn vorige schrijfsessies al flitsen had gezien. Oef, wat een man. Hij was één bonk liefde en straalde zoveel vrede, kalmte, harmonie en wijsheid uit. Net zoals ik in enkele jaren geleden met Yeshua had ervaren. Deze sjamaan met lange zwarte haren had alles wat ik wenste in een man. Mijn hart stroomde over van liefde. Zijn naam, hij die ziet, hij die weet. Met een stralende glimlach schonk hij mij het symbool van de gele zon. Een symbool dat in de Maya Tzolk'in kalender staat voor Christusbewustzijn, goddelijke eenwording en verlichting. Terwijl wij elkaar in de ogen keken, liet hij me een reeks visioenen zien van hoe ik het geschenk zou baren dat ik in mijn buik droeg. I am with you. I will wait for you as long as it takes. See you on the other side of the veil. Ik ben bij je. Ik zal op je wachten, zolang het duurt. Ik zie je aan de andere kant van de sluier, zei hij. Dat was mijn geliefde die tegen me sprak. Ik wist het. Ik heb 3 dagen gehuild. Eindelijk heb ik hem gevonden. Mijn geliefde wederhelft. Samen zijn we 1. Langzaamaan begonnen mijn zwangerschapslooks te vervagen. Mijn buik werd minder. Af en toe kon ik ineens wel weer 5 maanden zwanger lijken, maar over het algemeen kalmeerde alles een beetje. In 2020 vond er een bevalling plaats. 1 keer tijdens een shamanistische ceremonie in de jungle van Costa Rica. En nog een keer op 3000 meter hoogte op Mount Shasta in Californië. Wat een trip. We maken nu een sprong naar juni 2021. Uit het niets ontstond de behoefte om een cirkel van gouden lichtcodes te tekenen op een rond stuk papier van 66 centimeter.
Direct nadat ik klaar was, stonden Tim Schipper en Marieke de Lange voor de deur en konden als eerste de lichtcode cirkel uitproberen. "Het is een kosmisch portaal," zei Marieke enthousiast. "Wat een goede bevestiging. Ik voelde het net zo." Ik besloot de codes mee te nemen op reis naar de Qatar-regio in Zuid-Frankrijk, waar ik zou verblijven in Robert Bridgman's Terra Nova. Omdat ik altijd nieuwsgierig ben om te leren van de ervaringen van anderen, heb ik de hele Terra Nova tribe uitgenodigd om op de nieuwe lichtcodes te staan en ermee te experimenteren. Al snel werd duidelijk dat dit inderdaad hele krachtige codes waren. Ik was niet de enige die onder de indruk was. Toen nam mijn dierbare vriend Albert Sonneveld mij op een vroege ochtend mee op reis naar de 3 inwijdingsgrotten van de Qataren. Het was een van mijn grote wensen om weer contact te maken met de Qataarse priester in mij. Nou, deze dag is er een die in mijn hart staat gegrift. Het was zo'n magische ervaring die nog steeds moeilijk te beschrijven is. Terwijl ik in de kleine Yoni Cave zat, in de eerste inwijdingsgrot genaamd Eglise, Church, Kerk, ervaarde ik een versmelting tussen mijn innerlijke mannelijk en innerlijke vrouwelijke energie. Eenheid, dat was het. Precies op dat moment, ver weg aan de andere kant van de grot, begon een gids genaamd Christian op zijn hemelse panfluit te spelen. De geluiden dansten van de ene kant van de grot helemaal naar me toe, raakten mijn hart en lieten me weten dat ik gezegend werd door het goddelijke. Ik was high on my own supply. Een paar dagen later bezocht ik de inwijdingsgrotten opnieuw, deze keer in mijn eentje, om lichtcode transmissies op te nemen voor de Qatar-serie. Die moeten toch uitgebracht worden, by the way. Ik wacht nog op de juiste timing. Staande in het pikken donker voor de kleine Yoni-grot, verbond ik me met de goddelijke energieën. Ik bereidde me voor om de kleine grot weer binnen te treden, toen ik een duidelijk visioen kreeg van een gouden symbool. "Dit is de sleutel," hoorde ik. Ik wist dat dit belangrijk was. Dus ik kerfde het symbool in mijn geheugen en tekende het zodra ik terugkwam bij Terra Nova. Ik ontdekte dat dit symbool in het midden van de grote cirkel van lichtcodes geplaatst mocht worden. En zodra dat was gebeurd, klikte het allemaal in elkaar. Ik nodigde alle Terra Nova vrienden weer uit om op de nu complete code te gaan staan. En jawel, dit was de juiste compositie. Iedereen was gefascineerd door de kracht ervan en het balancerende en harmoniserende effect op ieders eigen energieveld. Dit was de Unity Code, kreeg ik door. Vlak voordat ik vertrok om terug te gaan naar Nederland, vroeg Robert me of ik een kopie wilde maken van deze pasgeboren code, zodat deze op de vloer in de Source zou kunnen worden geplaatst, de krachtige Healing Space van Terra Nova. Dat was voor mij de perfecte vraag om iets cruciaals te realiseren. Dit was de code die ik op stof moest printen. Net zoals ik had gezien in mijn visioen in India in 2019. Wauw, het werd allemaal ineens zo duidelijk. Een paar weken later realiseerde ik me dat het eigenlijk Pacha, de multidimensional babyboy, was, die deze code naar de mensheid heeft gestuurd als een fysieke vertegenwoordiger van zijn hoogfrequente energie. Terwijl ik dit nu opschrijf, lijkt het misschien allemaal zo duidelijk, maar dat komt omdat ik nu een overzicht heb van alles wat er door de jaren heen is gebeurd. Gedurende al die tijd voelde het echter helemaal niet zo overzichtelijk, meer alsof ik soms geblinddoekt door het leven liep. Elke stap werd onthuld zodra ik er klaar voor was. Ik kwam in een fase van openbaringen en ontdekte dat mijn geliefde, hij die ziet, hij die weet, de vader is van Pacha en dus de vader van de dierbare Unity Code. Net als Pacha leeft hij die ziet, hij die weet in de hogere dimensies en zal hier op aarde nooit meer een lichaam, fysiek lichaam aannemen. Dat voelt voor mij trouwens helemaal goed,
Want de kosmische liefde die tussen onze harten en zielen stroomt, gaat veel verder dan het fysieke. Ik ontdekte dat het onze gezamenlijke zielsmissie is om de mensheid te openen voor de goddelijke mannelijke frequenties en te helpen bij een harmonieus evenwicht tussen zowel de mannelijke als de vrouwelijke energieën op Moeder Aarde. Bij elke stap die ik zette, viel alles op zijn plek. Dankzij alle mensen die met de Unity Code hadden geëxperimenteerd, kwam ik erachter dat één van de beste manieren om bewust met deze helende en activerende frequenties te werken en te spelen, is door erop te gaan staan, zitten of liggen. Dat is hoe het plan ontstond voor een Light Code Meditation Mat, een kleedje gemaakt van katoen met daarop goudkleurige lichtcodes geborduurd. Het is niet alleen een verfijnd kunstwerk, het is ook een zeer praktisch hulpmiddel. Toen ik er klaar voor was om de juiste partij te vinden die deze bijzondere meditatiekleedjes kon produceren, leidde de magie van het leven me naar de lieve Bahare. Zij bracht me in contact met een prachtig fair trade bedrijf in India, waar liefde, toewijding en sociaal ondernemerschap hoog in het vaandel staan. De perfecte partij die de Light Code Meditation Mats kon produceren. Kort nadat ik de samenwerking aanging met het productiebedrijf in India, kwam de tweede code door me heen, Earth. Deze dierbare code is verbonden met mijn tweede kosmische zoon, genaamd Anakaya. Ik ervaar de Earth Code nog steeds als een krachtig multidimensionaal portaal dat ons helpt onze wortels in Moeder Aarde verder te verankeren en ons af te stemmen op zowel het aardse als het kosmische rijk. Unity en Earth werken nauw samen. Waar Unity expansie brengt en je uitnodigt om je hoogste potentieel te omarmen, brengt Earth aarding. Kalmte en innerlijke rust. Beide kosmische codes hebben een unieke manier om balans en harmonie te brengen. Hun multidimensionale intelligentie gaat ons menselijk bevattingsvermogen te boven. Tijdens de herfst en winter van 2021 ging ik in een diepe broedfase, waarin zowel Unity als Earth in mij konden rijpen. Ja, de codes waren al gemaakt, maar toch mocht ik deze hoge frequenties eerst volledig in mezelf te integreren, voordat ik ze op de fysieke Light Code Meditation Mats kon delen. Het was een proces van innerlijke opschoning. Oude energieën werden losgelaten, zodat ik helemaal klaar kon zijn om stevig veld te houden wanneer de codes aan de wereld zouden worden gepresenteerd. Het is een grote verantwoordelijkheid en die neem ik heel serieus. Er ontbreekt nog een deel in dit verhaal. Weet je nog dat ik februari als deel van de boodschap ontving tijdens mijn shamanistische reis in oktober 2018? Oké, we gaan nu naar de maand februari 2022. Op de 24e van die maand in 2022, tijdens de shamanistische reis, vond de laatste geboorte van zowel Unity als Earth plaats. Een grote kolom van wit licht verscheen toen het ingrijpende geboorteproces tot een einde was gekomen. Beide kosmische codes konden verankerd worden in onze dierbare Moeder Aarde, klaar voor de hoge frequenties om moeiteloos onze fysieke wereld in te stromen en te helpen bij onze collectieve evolutie. En om de cirkel compleet te maken, nam ik in mei 2022 zowel Unity als Earth mee naar Ibiza, waar Esfedra hen inwijde in hun volledig potentieel, klaar om hun magie te delen. Na een week chillen in een UPS-magazijn in Amsterdam, zonder echte reden, arriveerden alle 400 gloednieuwe Light Code Meditation Mats uit India. Precies een dag voor ons eerste Sound Medicine concert in juni. Het is inmiddels wel duidelijk
dat deze kosmische portalen een belangrijke rol spelen in de missie die Tijn Tauber, Binky en ik hebben met deze Sound Healing concerten. Mede dankzij deze codes kan er een prachtige en krachtige vortex ontstaan die ons ondersteunt bij het herinneren van onze multidimensionale oorsprong en het verankeren van de hoge frequenties in ons fysieke lichaam en moeder aarde. Zo komt alles samen. Nu, na al die boeiende maanden, hebben meer dan 100 mensen beide codes intensief getest. En er is uitgebreid mee geëxperimenteerd. Ik heb veel interessante feedback ontvangen en voel me nederig door de grote impact die zowel Unity als Earth hebben op het leven van mensen. En er komen waarschijnlijk nog meer codes in de toekomst. Never a dull moment. Ik ben blij dat ik mijn zielsbijdrage kan delen met de aarde, met de wereld. Ik wil in het bijzonder jou, lieve broer, soul brother, Jesse, bedanken. Omdat jij indirect de energetische initiator bent van dit hele avontuur. Bedankt Gary, dat je me hebt geholpen de weg vrij te maken. En me hebt uitgenodigd om echte overgave te kunnen ervaren. Bedankt Albert, dat je me zo'n goddelijke harmonie hebt laten voelen. En bedankt Tijn, dat je zo'n echte kosmische broer bent, met wie ik mijn enthousiasme over deze hele episode van mijn leven kan delen. Ik voel me gezien en geëerd als vrouw. Zonder jullie en alle vele dierbare andere vrienden, had ik deze grootsheid niet kunnen toelaten. Een diepe buiging. Oh. En trouwens, raad eens wat ik net heb ontdekt. Gebaseerd op de Maya Tzolk'in kalender bevinden we ons nu in de 13-daagse golf van de gele zon. Dat is het symbool dat hij die ziet, hij die weet mij schonk, toen ik hem voor het eerst ontmoette. Hij wist duidelijk blijkbaar al dat dit de uitstekende timing zou zijn voor de introductie van Unity en Earth aan de wereld. Grote glimlach voor deze pure perfectie. Ik heb de details gedeeld van dat waarvan ik weet dat het verband houdt met dit hele avontuur. Maar ik weet zeker dat er talloze momenten zijn geweest waarin ik me niet bewust was van de bijdrage aan dit bijzondere verhaal. Ach, de mind houdt ervan om alles te begrijpen. Maar is het niet het hart dat de weg wijst? Zoals we weten kan het leven zich ontvouwen op manieren die het bevattingsvermogen van de mind te boven gaan. Elke stap vertrouwen zonder het geheel te kennen vraagt om totale overgave aan het hogere weten van de ziel. Nu schijnen zowel Unity als Earth hun gouden sprankelende codes op twee lichtcode Light Code Meditation Mats. Ze staan te popelen om te werken en te spelen met iedereen die er klaar voor is. Om nieuwe ontdekkingen en ervaringen te hebben. Als het resoneert, neem dan een kijkje op lightcodealchemy.com. Om alles te lezen over beide Lightcode Meditation Mats en ontdek of jij je geroepen voelt om de dieptes van deze multidimensionale portalen te onderzoeken. En PS. Ik had dit verhaal net aan Tijn voorgelezen terwijl we op weg waren naar een Sound Medicine concert. Toen we ontdekten dat er op de achterklep van de auto voor ons Pacha stond geschreven. Een mooie knipoog van het universum. Bij deze laat ik je de Earth Code zien. Je kunt zien dat hij lekker aan het sprankelen is door het licht. En dan hebben we ook nog, of course, de Unity Code. Yes. En dan voel ik dat ik nu nog wat kosmische klanken ga delen. Pelea terno y la portaia cantaca. Il niangriete quator leontic ni pedionitic alla tantinuxac hiwak. Le tec orda le tec ni burtac. Ziku chukulturotek alpanik brietek oltiepa anengdu zakiep ukutanka. Mikieten ukulcherete pafruasek, lindetak.
Irtola in een malabarakasok. Ho, kikil porton een kalabrasik. Je kayak. Kukukukakukarti pel banano sok. Ama kiki wik. Chukatalabaratun mursiki witak. Mishi watak. In de laiet oka. Ne sek wiki chikapukum. Leta inafra. Siki wahak. Uhie kamak. Nashiwak. Nashiwak. Dankjewel. Heel veel liefs voor jou.